De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor patiënten met een zeldzame ziekte maakt een enorme ontwikkeling door. Daar waar een aantal jaar geleden geen uitzicht was voor deze patiënten, zien we nu dat steeds meer geneesmiddelen worden ontwikkeld die deze personen uitzicht bieden op een beter leven. Mark Kroes en zijn bedrijf Global Data Support zijn hier mede verantwoordelijk voor. De ontwikkeling van geneesmiddelen voor patiënten met zeldzame ziektes verandert enorm de laatste jaren. De technologie om geneesmiddelen te ontwikkelen is echt toegenomen. Je ziet ook dat de patiënten zelf, die worden ook een stuk mondiger. Je ziet veel forums, patiëntenwebsites, waardoor de ziektes eigenlijk beter worden herkend. En dus ook een poging wordt gedaan om ze te behandelen. Het is heel belangrijk om specialisten in contact te brengen met geneesmiddelenproducenten. Zeker ook omdat als je bedenkt dat de ziektes zo zeldzaam zijn, soms 1 op 100.000, 1 op 1 miljoen, dan heb je geen specialisten die uitsluitend gespecialiseerd zijn in de zeldzame ziekte. Met andere woorden, je kan veel beter de specialist opleiden, informeren over de ziekte, waardoor een patiënt eerder herkend kan worden en kan zorgen voor een veel betere kwaliteit van het leven van de patiënt. Data speelt echt een heel belangrijke rol in dit proces. Als je een voorbeeld neemt van amyloïdosis, een van de zeldzame ziektes die wij kennen, is het heel erg belangrijk dat je een link kan leggen tussen de symptomen en tussen de onderliggende ziekte. Met de juiste data kun je artsen vinden die beter in staat zijn om het symptoom te herkennen en de onderliggende ziekte vast te stellen. En daardoor kan de patiënt eerder en beter behandeld worden.